welkom in het mooie Witharen natuurlijk. Hè. We doen dit jaar voor de 6e keer mee in Witharen met de stroopwedstrijd. We hebben geen thema of opdracht gekregen en moesten onze fantasie de vrije loop laten. Dat lijkt makkelijk, maar met een thema heb je meer handvaten en hoef je niet zoveel te brainstormen. We hebben onze hersens eens goed laten kraken en kwamen tot de conclusie dat we best vaak al beesten hebben gemaakt, zoals een wulp, een haas en koeien. Misschien zijn we daar ook gewoon goed in, of omdat dieren natuurlijk het meest met de landbouw te maken hebben. Dit jaar wilden we het eens op een andere boeg gooien. En dat is naar ons idee gelukt. We hebben gezocht naar een hot item op dit moment en wat nu erg speelt is natuurlijk de glasvezel in het buitengebied van Ommen. Nu kan ik een heel verhaal gaan houden wat het precies inhoudt, maar dat hebben jullie vast zelf ook wel gelezen in de media. Er hebben zich al honderden mensen aangemeld, maar nog steeds heeft elk buurtschap niet de 60% behaald. Witharen hoort hier ook bij. Omdat er steeds meer behoefte komt aan snel internet, is het voor de toekomst belangrijk dat we dit samen gaan halen. Daarom is de grote vraag vandaag bij ons: glasvezel, toekomstmuziek? Wat past daar het beste bij? Een muziekinstrument natuurlijk. En een drumstel bestaat uit meerdere trommels. Met één trommel kan je niet een band begeleiden, maar met meerdere trommels en bekkens wel. Ze horen bij elkaar en dat is nou net het punt met glasvezel. Alleen red je het niet, we moeten het samen doen. Nou, dank u. Hoeveel werk hebben jullie eraan gehad? Nou, ik denk een zestal avonden. En nou goed, we beginnen eerst met een bijeenkomst om een beetje het plan uit te werken. En op een gegeven moment dan komt er een paar ideeën uit. En, maar, ja, ik had echt eerst zo'n idee van, dat wordt het niet. Maar nu met al die randen erom en die bitter platen erin, nou, dan komt er echt wat meer uitdrukking. Ik heb er nu wel een redelijk goed gevoel over. Maar we hadden al die dieren, met zoals wel gezegd, hazen, koeien, wulpen. En dat vond ik zelf prachtig. En moet een keer wat anders. Maar dat is natuurlijk wat actueel met een glasvezel. Dus vandaar dat dit is geworden. En dan moeten we afwachten wat het wordt. Welkom hier aan Tommekanaal bij de Norbezutarie in Veld. Nou, jullie hebben daar wel eens in, maar wie wilt het onderwerp ook hem uitlengberen? Weet dit de keus net. Hé, hey, Erik, hoe is het met jou? Goedendag, hoe je treffen. Ja, maar wat ik vraag wel, hè? Heb je die papier nog wel voor de PR van de landbouw? Ach, praat me er niet van. Ten eerste is onze computer zo traag, ja, zo traag als dikke strand in Drenthe. En dan kom bij, ik ben zelf ook niet zo snel met Siep. Oh, maar aan de eerste ende van die computer en dat hij zo traag is. Nou, door is weer wat aan te doen, hoor. Ja, is dat zo? Wat, vertel eens dan. Nou, iemand aansloeten aan een glasvezel. Oh, dat is ja zo snel. Eén keer knip en die verbinding. Ja, nou, zo hij dat zo zegt, dan lijkt dat wel goed, hoor. Maar ja, als dat is zo kun. Tuurlijk, joh. Ik ben hier aan Tommekanaal. En in alle buitengebieden van om, daar ben we druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Oh. Dat wist ik nog niet meer, wat kost zoiets dan? Oh, dat valt mij door. Ach, aan die vaste kosten, daar ben je niet zoveel duurder. Alleen met de wee in dat buitengebied, hè, de aansluitkosten zelf betalen. Ja, eigenlijk is dat niet zo eerlijk van de gemeente. Als je nou woont, ja, dat betaalt ze iets. Ja, maar ben je door als woon ook nog voordeel bij dan? Of, Oh, maar met het snelle internet, joh, met een glasvezel, heb je zoveel voordeel, hè. Nou, denk maar eens aan die melkcontrole. De IR, de KI, CRV, overlet, robots. Oh ja, jullie snapten het niet, natuurlijk allemaal niet, maar wij kunnen onze gegevens veel sneller bekijken. En weer bijsturen naar smut. En dan alle klimaat- en voersysteem bij de varkens. Oh, jongen, jongen, dat is me nog wel wat. Ja. Oh, je weg laat weten dat we niet zonder glasvezel kunnen, maar kan ik me. Ik geloof dat ik me nog wel mogelijk aansturen. Ja, dat is mooi, joh. Nou, maar de Norbezutarieveld zegt dan ook, glasvezel, sluda, nokka. Hoe lang zijn jullie bezig geweest?
We zijn ongeveer 4 avonden, geloof ik, met elkaar hier bezig geweest. Ja, dan beginnen we om 7:30 tot 22:30. En dan gaan we daarna gaan we weer een bordje drinken. Ja, gezellig. En dat is elk jaar zo. Ik hoop dat we erin houden. Ja. En met hoeveel personen werken jullie hier aan? Dat ligt eraan. De ene keer zijn we met vier mensen. Maar de meesten zijn hier toch wel met man of 6 uur zijn we hier altijd. Ja, ja. En vooral ook om de gezelligheid natuurlijk. En ook om de gezelligheid, ja, dat zeker. Daarom ook. Ik bedoel, dat is ook eigenlijk de reden dat we dit doen. En het is een verdomme bezing. Dit is een leuk actement voor de gemeente en voor de bezoekers hier. Ja, daar doen we het voor. En nou staan we dan in Stegeren. En wat is hier het onderwerp? Het onderwerp is natuurlijk dat de meesten zijn boeren. En wat het bord ook zegt inderdaad, van je bent afhankelijk van het weer. En daar krijgen we er wel eens het heen en weer van. De ene keer schijnt de zon, de andere keer regent het. Is er veel water, droogte, nou, noem maar op. Dus het is voor ons heel erg belangrijk. Ja, we leven van het weer en iedereen leeft ervan. Dus, maar goed, vandaar dat we met de schommel ga je ook heen en weer. En wij gaan heen en weer van het weer. Hoe lang zijn jullie bezig geweest? Ik denk met de bouw op zich iets van een maand of 2, denk ik. Ja, 1 keer in de week op een avond. En dan de heren doen eerst het grofgewerk, zal ik maar zeggen. Hè. De techniek en het bouwen. En dan de dames doen dan het fijnere werk. En de tekst met de borden, dat is meer voor de vrouwen, zal ik maar zeggen. En het einde van het verhaal. Gaan we met z'n allen neerzetten en dan het is ook gewoon een gezellig samen zijn. En daar doen we het eigenlijk ook allemaal voor. En ik hoorde, hij staat nog maar net, hè? Ja, we hebben vanmiddag om 1 uur neergezet, of 2 uur. We wilden eigenlijk gisteravond neerzetten, maar ja, toen was het weer, hè? Dan kreeg je het weer, van het weer. Dus nee, het was gisteren te slecht weer om hem neer te zetten. En we wilden Dolly niet te lang in de regen laten staan. En we waren ook een beetje bang dat ze door de vaart eraf zou vliegen. Maar nee, we hebben vanmiddag neergezet. En het was goed weer en nu zit ze lekker in het zonnetje. Dus ja. En ze heet Dolly dus? Ze heet Dolly. Nou heeft Dolly een roze rokje aan. Ja. Bewust. Hè, mooie kleur voor het Vechtdal. Roze Vechtdal. En ook de armen hebben we in de vorm van een hart gedaan. Met een hart voor het Vechtdal. Het mooie Vechtdal waar we trots op zijn. Dus dat komt eigenlijk al een beetje terug in Dolly. Een en al symboliek. Ja, een en al symboliek. Klopt. Ja. Staan we nu in Beersen. En wat is hier gemaakt? Hier is een koe en een kalfje gemaakt. En ja, het verhaal vertelt zichzelf eigenlijk. Het is kunst en dat moet het verhaal zijn. Verder is er helemaal geen idee achter. Ik heb hem expres hier bij 2 andere koeien neergezet, zodat het goed duidelijk was wat het idee was. En nou, dat moet eigenlijk het verhaal zijn van dit kunstwerk. Nou, in tegenstelling tot de andere buurtschappen is dit een soort van eenmansactie geweest, begrijp ik. Dat klopt al ongeveer, ja. Ik heb het samen gemaakt met mijn neefje. Die werkte toevallig bij ons en die heeft vanmiddag geholpen om de dingen in elkaar te zetten. Dus dus volgens ons wat mooi gelukt. Ja, min of meer onder dwang van de rest van de commissieleden zeiden in Beersen moet er ook wat komen. Zei, nou ja, dat gaan we dan doen. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest dan? Ik denk het idee heeft een paar weken gekost, maar de uitvoering is... Nou, vanmorgen hebben we stro bij elkaar gezocht en vanmiddag is die in elkaar gezet. Dus het valt allemaal mee, ja. En met z'n tweetjes? Ja. Maar dat krijg je niet zo even omhoog gelift? Nee, er is nog, de buurman is erbij geweest met een heftruck en die heeft hem op elkaar gezet. We hebben die pop speciaal gemaakt eigenlijk om nog een keer extra reclame te maken voor de Boerendag in Ommen. Kijk, het is gewoon jammer dat er minder buurtschappen meegedaan hebben. En zeiden, dan moet er toch een beer maar ook een pop komen. Dan kunnen we daar nog een bord bij zetten voor de Boerendag. En zorgen dat daar zoveel mogelijk publiek op afkomt. De jury is eruit.
Ja, buurtschap Steren was met Vlaggenwimpel het beste. En als tweede hebben wij eruit gehaald Witharen, alhoewel het verschil niet erg groot was met de anderen. Buurtschap Stegenham was voor ons nummer 1, omdat hij gewoon heel veel symboliek in zich heeft. Het is ten eerste natuurlijk een heel mooi technisch ding, dat wil ik ook nog even zeggen. Maar wat wij heel leuk vonden was het roze rokje voor het Vechtdal. De armen in de vorm van een hart met hart voor het Vechtdal. Echt heel veel gebruik van natuurlijke materialen, zoals strootzaal voor de letters. Het was een soort van graan voor die achtergrond. Nou, verder heel veel stro. Ja, dat was gewoon een heel origineel kunstwerk. Nou, Witharen was voor ons tweede, maar net zoals Douwe al zei, het was heel moeilijk. Die andere twee waren ook mooi. Wat wij heel leuk vonden bij Witharen was het verhaal daarachter. Wie van jullie zei het nu net ook alweer, iemand wou graag een beetje een mooie zin. En wij zeiden, de sociale cohesie van Witharen werd daar echt heel goed door benadrukt. Het drumstel, dat betekende, dat symboliseerde dat je samen met elkaar het alleen maar kan doen. Je kunt niet alleen de muziek maken, dat doe je samen. En dat geldt ook voor glasvezel. En dat vonden wij eigenlijk wel mooi daarachter. Hè?